Met 50,2% van de stemmen is gewonnen. Oh. Ja. Dit verdient. Ik vind het hartstikke leuk. Veel succes. Ruim de helft. Meer dan de helft, ja. Helemaal geweldig. En dat zegt u met een glimlach, zie ik. Ja, absoluut. En dat zegt mij dat de leden die gestemd hebben, hè, dus 40% van de leden hebben gestemd, dat die vertrouwen in mij hebben. Ja, en iets minder vertrouwen dus in de andere twee kandidaten. De opvallende nieuwkomer Ernestine Comvalius, directeur van het Belmer Park Theater, en Narish Parzan, de huidige fractievoorzitter, die de minste stemmen kreeg. Als je dan het resultaat krijgt, dan moet je dat eerst verwerken. En ja, dan is het even zuur. En dan denk je van oké. Maar als je dan ziet wie het is geworden, dan vind ik het niet erg om de derde te worden. Ik ben op de tweede plaats geëindigd. En voor een nieuwkomer vind ik dat toch wel geweldig. Het betekent dat een aantal leden toch wel duidelijk ook een voorkeur voor vernieuwing heeft. En dat betekent dat ja, mevrouw Dalgisch daar ook rekening mee zal moeten houden. De stadsdelen veranderen na de verkiezingen in zogeheten bestuurscommissies. En dat betekent minder bevoegdheden, minder geld en minder bestuurders. Het hele proces van verandering van stadsdeel naar bestuurscommissie. Denkt u dat dat allemaal vlekkeloos gaat verlopen? Nou, vlekkeloos, dat is natuurlijk een groot woord. Hè? Elke verandering hoort natuurlijk vallen en opstaan. Maar dat is juist voor mij de uitdaging. Dat daar waar we vallen, dat we zorgen dat we weer opstaan. Zodat het wel weer vlekkeloos gaat lopen. Dus ik verwacht niet dat het, het hele proces natuurlijk zonder strubbelingen zal verlopen. Dat verwacht ik niet, maar dat verwacht niemand.